Meisken moet boeten dat vak blauwen, ze mogen net op je lijn komen. Ze krijgen van ons een jaloerde de tijd om het record deel te zetten. Ben ze na dat jaloerde nog bezig, maar ze hun poging aanmaken. Wat is nou de beste techniek hiervoor? Ja, gewoon die bal goed uit de hongerolie letten. En ja, ik denk ervaring dat het heel belangrijk is. Hoe gaat het nou al je? Nou, het best, hè? Ja, op hoeveel zit je hem nou? 300. Je hem hard nog vol, nog geen spierpijn? Nee, niks rijden. Mooi 1320 keer het baltje oerspielje rende de oud-keertstoppers Tuno Schuurer en Johan Akkingaard krek net. De verwachtings van het team Chris Wassenaar en Rutme van der Meer binnen heeg. Ze verbeteren het record, maar na 1652 slagen is het dien voor het twaalftal. Nou ja, het jongens zijn best, we zijn nou de toeren erbij, maar ja. Hier een bal zit kwaad en ja, rechts verkeerd en is het oer. Ja, die samen voorbij is ze krek. Ja, dan moet man net maar staan, dus ja, dat is net oors. Nou, binnen nog een keer om het keertsen, zullen die hem record verbreken? Nee, dat ben je al voorbij, dacht ik. Dus er zullen naar elkaar komen. Dus, nou, dan moeten we altijd maar naar Roebo trainingskamp. Ja, dan waren we worden trainingskamp. De concurrenten verbeteren het record van Wassenaar van der Meer intussen makkelijk. Er liep het haast geen ooit om te komen. Maar normaal heeft 3200 slagen met ik het team van Pier Piersma en Jan Dirk de Groot Belies Jan. Ja, we zijn lekker aan de gang en op een gegeven moment dan zie je netje oude jek in en dan. Maar ja, dan probeer je toch nog zo lang mogelijk even trotten in. Heb je hem nog via de trok in, kind? Ja, nou, ik woon nog wel een paar honden. Maar ja, je hoeft maar één keer fout eruit en dan houdt het op. Takomir wordt er weer een IPEN FK baltje verdreuwen organiseren. De Lotte loopt dan in elk geval goed heeg.